Na een pompstation komt soms nog eens voor dat we met H2S te maken hebben. Waterstofsulfide is eigenlijk een giftige stof. En om eigenlijk ons rioleringsstelsel te beschermen, moeten wij speciale maatregelen nemen. En hiervoor is zwavelbeton uitermate aangewezen. Zwavelbeton is een zeer revolutionair beton. Het is een beton waarin water en cement beide vervangen zijn door zwavel, waardoor dat wij de productie van cement vermijden. Dat zwavel wordt gesmolten op 119 graden, wat zeer laag energetisch is. Wat maakt dat wij ook de CO2-uitstoot bij de productie van dit materiaal zeer laag kunnen houden in vergelijking met de meeste andere materialen. We zijn nog niet lang bezig met de zwavelbetonbuizen te leggen. En ons mensen moeten het materiaal nog een beetje leren voelen. Maar we hebben er een goed gevoel bij en we denken dat er eigenlijk weinig tot geen impact zal zijn op de manier van werken van onze rioleringsploeg. De resultaten van de proefprojecten zijn gunstig. Er is geen enkele vorm van degradatie vast te stellen, waardoor de Aquafine ook het vertrouwen gekregen heeft voor dit project om een keer op grotere schaal gaan uit te voeren. Er bestaan uiteraard al heel veel materialen die voldoende zijn. En we kunnen ook telkens kiezen voor die materialen opnieuw en opnieuw te gaan verbeteren. Of we kunnen radicaal te werk gaan en eigenlijk een volledig nieuw materiaal gaan toepassen, die naar innovativiteit en ook naar duurzaamheid uitermate geschikt kan zijn voor onze werk. We zijn blij dat de sector experimenteert en innovaties doet, omwille van het groter belang natuurlijk. En als we daarmee een klein steentje kunnen bijdragen, zou dat positief zijn.